Welkom in het VSK Nieuwscafé. Dit jaar is Ransom een van de genomineerden voor een VSK Award. Met The Sense toont Ransom op deze VSK-beurs een mooie oplossing voor het meten en monitoren van luchtkwaliteit in binnenruimtes. Aan tafel zit Boudewijn de Graaf. Hij is commercieel directeur van Ransom. Spreek ik Ransom goed uit? Jazeker. Ja, Ransom. Ja. We weten allemaal waar we vandaan komen. Ja. Twee jaar COVID. Ja. We hopen dat we verder van verlost blijven. Maar ik kan me voorstellen dat die periode jullie een enorme duw in de rug heeft gegeven. Als we het hebben over luchtkwaliteit. Ineens zijn we ons daarvan bewust geworden. Ja, klopt. Ja. Ja, er is natuurlijk heel veel techniek te kopen waarbij je eigenlijk probeert de luchtkwaliteit in een huis te reguleren. Dat zijn we ook heel goed in Nederland. Daar worden we ook steeds beter in. Het gaat over rendementen en energieverbruik. Maar eigenlijk moet je ook vanuit de bewoner kijken. Is het nu prettig om daar te wonen? Vind je het fijn? 90% van onze tijd brengen we tegenwoordig door in gebouwen. Ja. Terwijl we vroeger bij wijze van spreken een uurtje binnen moesten spelen. Dat is echt anders. En die bewustwording, wij roepen dat al een aantal jaren. Goh, kijk ook eens van het perspectief van de bewoner. Ook dan heb je een hele mooie ingang. Ja, dat is nu meer dan ooit top of mind. Scholen die de ramen open doen om maar genoeg te kunnen ventileren. Natuurlijk is de aanleiding echt heel verdrietig. Ja. Maar het zorgt er wel voor dat het onderwerp nu meer op de kaart staat dan ooit. Ja. Nou gebeurt dat ventileren vaak op basis van een gevoel, het is te warm of het is te koud of het is te benauwd of wat dan ook. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat luchtkwaliteit, dat je dat niet altijd kunt voelen. Nee. Dat de luchtkwaliteit goed of slecht kan zijn, klopt, terwijl je dat niet ervaart. Ja. Waar zit hem dat dan in? Als het niet zit in temperatuur, want dat kun je ervaren. Ja. Waar zit het dan in? Wat kan er in lucht te veel of te weinig zitten? Nou ja, neem even een wc als voorbeeld. Hè. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Geur, hè. Maar dat zit natuurlijk ook. Maar dat kun je ook weer ervaren. Ja, ja, die kun je dus detecteren, hè, die lucht. Ja. Dat noemen ze dan VOC's met een dure afkorting. Je hebt zeg maar CO2, hè, wat je natuurlijk kan meten. En als de kwaliteit van de lucht minder wordt, dat je eigenlijk gewoon minder zuurstofopname krijgt in je bloed. Dat kun je ook meten, ja, maar je ervaart het eigenlijk niet. Precies. Je ervaart het, als je dan naar buiten gaat, denk ik, goh, het is wel even lekker dat ik buiten ben. Zoals we hier lopen, bij wijze van spreken, in de VSK de hele week. Ik heb geen idee van de luchtkwaliteit ook hier. Niet. Je hebt mensen die zeggen, ja, na een dag heb ik droge ogen of wat. Ja. Maar ik weet het niet. Nee, nee. Maar je kunt het dus wel weten door het te meten. Exact, ja. En wat kun je dan meten? Nou, in principe kun je dus allerlei variabelen meten. Licht kun je meten natuurlijk. De temperatuur kun je natuurlijk meten. Maar luchtvochtigheid is een belangrijke. Nou, CO2, hè, eventuele VOC's. En de combinatie daarvan, daar kun je eigenlijk een soort score van maken. Dat is ook de technologie die wij gebruiken voor onze producten. Ja. Voor onze mechanische afvoer. Hè, waarbij we eigenlijk vragen gestuurd ventileren. Ja, die kennen we allemaal, mechanische afvoer in gebouwen. Ja. Maar in de oude situatie draaide natuurlijk alles gewoon lekker door. Hè, en zetten bewoners het uit, want het maakte veel herrie of ze vonden het vervelend. En nu is het natuurlijk de trend dat je gewoon echt daar gaat afvoeren waar het nodig is. Ja. Dus dan ga je wel degelijk meten in de ruimte. Goh, wat is de kwaliteit van de lucht? En het liefst en het systeem zeg maar past maken. Zich aan op basis van normen of instellingen die lucht gezond houden. Ja. Oké. Okay. De Sense, fantastische naam denk ik voor een apparaat dat voelt en meet hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit. Wat meet de Sense? Nou, de Sense meet eigenlijk 6 waarden. Hè. Dus die 3 basiswaarden, VOC's, CO2 en luchtvochtigheid. Ja. Daarnaast ook temperatuur, licht en geluid. Ja. Dat vond ik ook grappig dat je het net noemde, licht meten. Ja. Want ja, we kennen allemaal wel het gevoel van een slaapkamer die te licht is. Hè, de meeste mensen willen toch graag een verduisterde, goed donkere slaapkamer. Dat schijnt ook beter voor ons te zijn. Dus dat meet die ook. Ja, en het kan natuurlijk ook een indicator zijn van te veel zonlicht dat binnenkomt. Hè. Ja. Dus wij eigenlijk meet hij die 6 waarden. Daar maakt hij een soort overall score van. Ja. Je kan ook een aantal dingen instellen. Als je op een gegeven moment zegt, ik vind een waarde te laag of te hoog. Hè, zodat je op een gegeven moment voor jezelf visueel maakt. Want dat is eigenlijk wat hij doet. Blauw, hè, dat zijn onze clubkleuren. Hè. De kwaliteit van de lucht is oké. Op een gegeven moment wordt hij oranje. Dat betekent eigenlijk, er is een aandacht. Er verschijnt dan ook een symbooltje in de sense. Waarbij hij laat zien van, het is bijvoorbeeld een overschrijding van temperatuur. Nou, heel actueel van de week. Bij de woonkamer werd het 29 graden. Nou, dan geeft hij echt wel een indicatie. En rood betekent eigenlijk, je moet iets doen. En met iets doen betekent, er zit ook een app bij. Dus je kan hem ook op afstand uitlezen.
goh, ik ga nu actief mijn raam openzetten. Ik wil toch iets doen aan de verversing van lucht. Ja. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je zegt, goh, ik heb continu eigenlijk een matige kwaliteit. Ik moet echt iets gaan doen aan mijn systeem. En dat zie ik dan in een kleur? Want je werkt veel met kleuren. Ja, op het apparaatje zelf zie je de ring rondom die verlicht in een paar kleuren. Oké, want deze staat niet aan, want die is niet aangesloten. Nee, maar op dit apparaat staat een cirkel. Ja, helemaal rondom, langs de rand, die wordt verlicht. Deze hangt in de ruimte. Ja, dus ja, die kun je ook neerzetten. Je kan hem ook verplaatsen als je dat wil. Ja. Er zijn mensen die hebben er meerdere in huis. Dan kun je ook de verschillende ruimtes zien. En zolang die groen is, hoef ik me geen zorgen te maken. Blauw in dit geval is het blauw, helemaal oké. Okay. Ja. En op het moment dat hij dan een paar keer per dag oranje of rood zou worden, ja, dan weet je in ieder geval, goh, in deze ruimte loopt de kwaliteit van de lucht terug. Ja. Dus ik kan nu even het raam openzetten of een deur. Of ik kan de ventilator dat vind ik wel interessant. Als ik zie dat hij in het rood gaat, dan weet ik niet op welke deel. Jazeker. Ja, op de app kun je dat zien. Je kan dus op de app zien dat het is een temperatuuroverschrijding. Ja, ja. Of de CO2 loopt nu boven een bepaalde waarde. Ja. Dus dat kun je zien. Ook bij terugwerkende kracht. Hij slaat de gegevens op tot een jaar. Dus je kan altijd zien van, goh, wat is bijvoorbeeld de seizoensinvloed geweest. En stel dat ik inderdaad toe ben aan de vervanging van een ventilatiesysteem of een verandering daarvan, dan heb je eigenlijk een aantal waardes waarbij je in ieder geval kan kijken van, goh, in deze ruimte moet ik iets doen en dat zit in deze hoek. Bijvoorbeeld warmte, ja, dan zou je ook zonwering toe kunnen passen bijvoorbeeld. Ja. Een totaal andere tak van sport, maar het wordt wel helder, het wordt wel zichtbaar. Het wordt zichtbaar. Ja. Is dit alles of is dit nog ergens op aangesloten? Nee, dit is alles. Dus, er zit wel een stekker aan, normaal gesproken, maar er werkt hier wifi. En, maar deze meet gewoon de luchtkwaliteit, hoeft niet verder ergens op wordt gekoppeld aan de app. Ja, en het is eigenlijk een stukje technologie die in al onze apparaten zitten. Al onze ventilatoren, mechanische ventilatie, hebben die meetpunten op die waardes. Alleen door COVID hebben wij bedacht van, goh, we willen het eigenlijk gewoon ook voor mensen zichtbaar maken. Dus we hebben dit apparaatje ontwikkeld. Mm-hmm. Waarbij het eigenlijk alleen maar, laten we zeggen, een device is wat meet en helder maakt, zichtbaar maakt. Maar het is niet zo dat hij dan iets bestuurt. Hè. Dat is eigenlijk de volgende stap, dat zou kunnen. Daar zijn we uiteraard aan het kijken van, goh, kunnen we op basis van de waarneming die dit apparaat doet en wat hij zichtbaar maakt, ook een actieve sturing toepassen. Ja. En nu zit die technologie eigenlijk verstopt in onze apparaten. Het is eigenlijk voor heel veel mensen helemaal niet. We hadden het begin van het gesprek al over. Mensen weten niet weten wat je kwaliteit van lucht is. Nee. Dat weet onze ventilator wel, maar dat zie je niet. Nee. Nee. Nu wordt het eigenlijk gewoon een soort deze maakt het zichtbaar. Ja. Kun je dan op anticiperen. Ja. Je koppelt hem aan je app. Ja. Dus ik kan waar ik ook ben ter wereld zien hoe de kwaliteit van de lucht thuis is. Ja. Zodat ik ook degene die wel thuis zijn kan beschermen tegen slechte lucht. Is hij ook nog gekoppeld aan wat anders? Kan de installateur op afstand meekijken? Heeft hij een dashboard waarbij hij voor al de klanten die met permissie uiteraard zijn gekoppeld, omdat ze die sens hebben, kan die misschien dingen zien die de klant... Dat zou wel kunnen, maar eigenlijk wordt hij meer toepast bijvoorbeeld bij gebouwbeheersystemen of bij gebouwbeheerders. Ja. Bijvoorbeeld bij scholen, dat die op een aantal punten staan. De app zelf kun je maximaal 6 stuks op koppelen. Ja, ja. Er is ook nog een online omgeving, daar kun je er meer op kwijt. Zeg jij daarmee dat daar waar ik al gauw denk aan de particuliere markt, dat het toch wel de zakelijke markt is? Omdat je meerdere ruimtes kan detecteren. En dus inderdaad gewoon in het gebouw kan kijken wat gebeurt hier. Ja. En waarom is dat? Waarom niet voor de particuliere markt? Nou, het is NN. We hebben hem eigenlijk gelanceerd en we kwamen eigenlijk vrij snel in gebouwen terecht. Ja. Maar daarmee hebben we ook gezegd, het is ook een heel mooi, het ziet er ook fraai uit. Het is ook een heel mooi toestel voor de particuliere markt. Zijn jullie in staat om iedereen snel te bedienen die hem wil hebben? Nou, als het er 17 miljoen zijn niet, maar we kunnen best wel snel. Nee, maar jullie hebben nu geen productieprobleem, capaciteitsprobleem of leverprobleem. Wat is de levertijd? Een dag? Ja, een paar dagen. Oké. En dat blijft ook zo. Jullie zijn in staat om op te schalen. Ja. Okay. Eigenlijk is de eerste hoogst natuurlijk al geweest. Hè. De eerste jaar, wij zijn een Belgisch bedrijf. België is de verplichting om bijvoorbeeld in scholen een meting te hebben. Dat is in Nederland eigenlijk pas recent ook een verplichting geworden. Ja. Dus we hebben eigenlijk de eerste hoogst in België al gehad. En we hebben eigenlijk de boel weer redelijk onder controle. Okay. Zou het zo kunnen zijn dat als we uit de COVID-tijd zijn, als we over hopelijk een paar jaar zeg maar, weet je nog... Dat ook die aandacht voor luchtkwaliteit weg-ebt en dat ook de aandacht voor dit product weg-ebt? Dat is zeker niet ondenkbaar. Ik heb dat al vaker gezien. Hè. Dat je natuurlijk bepaalde trends, hè, dat is vaak vanuit angst. Hè. Zodra dan zeg maar, de angst weer verdwijnt, dan wordt alles weer... Want we zien het niet, hè? Exact. Die luchtkwaliteit zien we niet.
En ja, wat wij natuurlijk al jarenlang doen, ook echt met verschillende stakeholders praten om te kijken van, goh, hè, wat is voor jou nu het argument om, ja, bij wijze van spreken, een woning te bouwen? Hè, of om naar je gebouw te kijken. En zet een bewoner centraal. Dus het is een hele mooie aanleiding ook om met die mensen in gesprek te gaan. En je ziet dat er op dit moment toch wel heel veel partijen zijn die daar echt meer dan gemiddelde aandacht voor hebben. Ja. In plaats van dat we wel eens het gevoel hebben gehad van, goh, we zijn roepen in de woestijn. Hebben we echt wel heel veel gesprekken nu over luchtkwaliteit. En ja, dan uiteindelijk kom je dan op de toepasbaarheid van producten uit. Ja. Soms is het iemand die een raam levert, die op een moment gewoon op een goede manier zijn product kwijt kan. Het gaat niet alleen maar over ons, hè, maar ook echt wel over andere. Ja. Ja, en wat jullie helpt, zijn net verplichtingen. In België was die er al, in Nederland is er nu ook. Voor scholen. Verplicht voor scholen. Ja. Ja. Nou ja, dat helpt je natuurlijk enorm. Ja. Wanneer is de Sens gelanceerd? Ik denk anderhalf jaar geleden. Anderhalf jaar geleden. Ja. Dus hij is er, hij is gelanceerd. Ja. Hoe is de ontwikkeling van het product in zijn werk gegaan? Hoeveel tijd is er vooraf gegaan aan de lancering? Nou, omdat we eigenlijk de technologie al in huis hadden, van het meten. Het was meer inderdaad van, goh, we hebben een product nodig wat het zichtbaar maakt. En natuurlijk een stukje programmering. En dat is echt een kwestie geweest van weken. We maken zelf behuizingen in huis, dus we konden redelijk snel schakelen. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven op dat moment. Zeg je nu, dit product is van idee, eerste gesprek, tot compleet product in enkele weken? Ja, de grootste uitdaging was de print. Maar dat is echt heel snel gegaan. En uiteindelijk ga je natuurlijk naar produceren, dat duurt dan vaak iets langer. Maar hebben jullie daar klanten bij betrokken? Ja. Hebben die meegecreëerd? Nou, we hebben vooral natuurlijk gekeken in instantie. Covid sloeg natuurlijk in heel veel landen in als een bom. Hè. Dus in ieder land waren er andere bewegingen bezig. En wij zijn in gesprek geweest met een aantal Belgische partijen. We zijn van origine een Belgisch bedrijf. En vrij snel kwam er al een behoefte uit. En toen zijn we dus inderdaad gaan kijken, wat kunnen we die behoefte? Kunnen we daar iets mee? Kunnen we dat invullen? Want we hebben de technologie in huis. Dat betekent gewoon dat je een aantal stukjes daar misschien iets moet ontwikkelen. Je moet eigenlijk een platform hebben waarop je dat kwijt kan. Dat platform was er al, dat gebruikten we al voor onze andere apparaten. Dus het kon eigenlijk vrij snel doorschakelen. Ja. En dan is de kwestie natuurlijk van kijken of wat je bedacht hebt, of dat ook goed valt. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die bedenken iets en die gaan er daarna een markt bij zoeken. Maar wij zaten echt letterlijk al aan de voorkant. Ja. Dus dat heeft ons echt wel heel veel opgeleverd. Want dat is eigenlijk een soort co-creatie gedaan met een aantal partijen. Ja. Even voor de technisch geïnteresseerden. En ik vind het prima als je nu dingen gaat roepen die ik niet snap, die ik niet weet. Wat zit daarin? Nou, er zit een printplaat in en een aantal sensoren. Ja. En die zitten dan geïntegreerd op die printplaat. Dat is eigenlijk super. En er zit een omvormertje van 220 naar de spanning die nodig is om die print te laten functioneren. Ja. En voor de rest is het een displaytje. Betekent dat dan ook, denk ik, dat concurrenten nu en masse ook met producten komen vergelijkbaar? In theorie zou iedereen dit kunnen. Ik denk de meeste bedrijven vinden zichzelf heel onderscheidend. Maar in de praktijk is natuurlijk dat. Dit is geen rocket science. Nee, dat heel veel dingen natuurlijk gewoon al gangbaar zijn. De vraag is natuurlijk alleen van, wat doe je ermee? Hoe ga je het inzetten? Voor ons is het niet alleen maar een product, maar het is ook een onderdeel van een visie. We willen graag gezond binnenklimaat promoten, waar onze producten een middel toe zijn. Die van ons, maar soms ook van andere partijen. Ja, dit is natuurlijk een heel mooi product wat in connectiviteit in het midden staat. En ja, je zou ook gewoon hier mee slim kunnen sturen. Dat is eigenlijk gewoon waar we nu aan het kijken zijn om het product door te ontwikkelen. Ja, oké, daar komen we zo op wat de volgende stappen zijn. Dus één ding, ogenschijnlijk detail, maar het blijft me intrigeren. In ons voorgesprek vertelde je al dat hij gaat van blauw naar rood. Ja. Maar blauw-rood associeer ik met temperatuur. Ja. Zowel van lucht als van water. En als het gaat om van goed naar niet zo goed, denk ik in groen tot met rood. Ja, nou ja, goed. Blauw is onze clubkleur. Hè. Dus wij redeneren altijd natuurlijk vanuit onze eigen identiteit. Dus we hebben gezegd van ik zou redeneren vanuit de klant. Ja, dat kan ook. Hè. Maar dat gebeurt natuurlijk ook vaak. Maar goed, er is bij ons voor gekozen om de neutrale waarde, om daar blauw voor te kiezen. Ja. Het ziet er ook best wel fraai uit, maar het ziet in principe natuurlijk ook heel vaak de associatie. Okay, maar het had ook groen kunnen zijn, maar dat is niet een andere technische reden. Nee. Waarom het is gewoon echt een. Jullie hebben erover nagedacht. Ja, dat is gewoon een. Zijn gewoon een beetje. Ja, designkeuze. Ja. Okay. En oranje betekent eigenlijk van, word alert, let op. Ja. En dan geeft je ook een indicatie op waar dan eventueel overschrijding is. Is het één of meerdere waarden, dan wordt het symbool zichtbaar. Ja. En bij rood betekent het eigenlijk van, je moet nu echt actief iets gaan doen, want de kwaliteit van de lucht is echt beneden pijl. Ja. En dan kun je ook aanzien, inderdaad aan die symbooltjes of op je app, waar die overschrijding dan heeft plaatsgevonden. Het is vaak een combinatie van factoren.
typisch Nederlandse vraag die ik ga stellen. Wat kost dat? Ja, het is op zich een interessante vraag, maar hij wordt verkocht via de groothandel in Nederland. Dus die bepalen uiteindelijk de prijs. Ja. Maar je moet denken ongeveer rond de 200 euro. 200 euro? Ja. Oké, voor een dingetje wat zo simpel is. Ja, wat ogenschijnlijk simpel is. Maar omdat hij natuurlijk een aantal facetten combineert. Hè, de meeste dingen die je tegenkomt is alleen maar een CO2-meter die alleen maar naar CO2 kijkt. Ja. Dat is ook belangrijk, maar wij willen graag een combinatie maken. Ja. Ik noem net de installateur, maar heb ik toch geen installateur nodig eigenlijk? Nee. Als ik het nee. Nee. Of hebben we geen installateur aan het pas? In principe niet. Ik kan dit bestellen en daar zit een gebruiksaanwijzing bij. Ja. Of online in ieder geval. Hoe snel heb ik dit geïnstalleerd? 5 minuten. Ja. Het meeste werk is hem even connecteren met wifi. Nou, dat geldt tegenwoordig voor heel veel apparaten. Dat er eigenlijk, want voor de rest is een stekker in het stopcontact. Appje downloaden, instellen en hij werkt. Ja. En dan ben ik het waarom een stekker in het stopcontact? Waarom werkt hij niet de batterij? Dat is een goede vraag waar ik het antwoord niet op weet. Okay. Ik heb geen idee. Okay. Ik kan me voorstellen dat vind ik wel een beperking. Ja. Want je zei van je kunt hem ophangen, je kunt hem neerzetten. Ja. Het enige wat ik weet van bijvoorbeeld CO2-sensoren in het algemeen, dat die best wel veel stroom afnemen, dat ze continu werken. En ik kan me voorstellen dat dat de afweging geweest is. Oké. Okay. Je zin speelde net al op vervolgstappen. Ja. Ik kan me voorzichtig niet alles kunnen vertellen, maar wat zie je als vervolgstap? Nou ja, goed, wij zien gewoon connectiviteit in de algemene zin gewoon als een trend die niet te stoppen is. Hè. Consumenten vinden het leuk en soms ook nuttig. Je ziet natuurlijk in allerlei technische installaties connectiviteit steeds meer ontstaan. Of het nu verlichting is, of het is geluid. En wat wij natuurlijk nu doen is het meten en het visueel maken, maar je zou ook mee kunnen sturen. Nou zit die intelligentie bij ons vaak in de apparaten zelf. Je kan natuurlijk ook in de software zitten. We zitten nu wel te kijken naar een combinatie van dingen. Waarmee je ook bij dit apparaatje een actieve bediening zou kunnen doen. Ja. En dan hoef je niet meer zelf een activiteit te ontplooien. Je doet dat dit apparaatje andere apparaten gaat aansturen. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Nou, als je het raam zou open willen zetten. Ja, wij zijn niet een raamleverancier. Hè. Dan zou je een platform moeten hebben wat open is. En wat je dan kan hanteren met in dergelijke. Praten jullie daarover met fabrikanten van andere artikelen? Ja, daar zijn we over wel in gesprek. Ja, ja. Oké, dat snap ik. Ja. Wat zijn trends en ontwikkelingen die je hier gaat zien? Gaat dit compacter worden? Je had het net over het energieverbruik. Ja. Gaat dat? Dat is ook een. Kijk, we hebben hem vrij snel uit de grond gestampt, zoals het heet. Hè. Dus we hebben toen opgegeven van wat is snel inzetbaar. We vinden ook. Want je wilde inspelen op. Absoluut. Dus, ja. We wilden letterlijk gewoon ook echt daar iets een bijdrage aan leveren. We hebben nu ook wel gezegd van we hebben wel wensen over de vorm, hè, de afmetingen. De manier van hoe die functioneert in combinatie met een app. Dus het is niet zo dat die nu opeens rond wordt en zwart en dat alles anders wordt. Nee. Maar we hebben wel gekeken van we hebben nu wel wat ervaring, 1,5 jaar lang met het ding op de markt. Hè. Wat zou er nu een verbetering zijn? En daar zijn we nu. Kun je daar al voorbeelden van noemen? Heb je ook ervaringen van gebruikers? Ja, nou als je kijkt naar, ik zei dat je kan hem verplaatsen. Hè. Zolang hij op de wifi zit, kun je hem eigenlijk in iedere ruimte inzetten. Dus daar heeft hij natuurlijk wel een bepaalde stabiliteit voor nodig. Dus dat is een van de redenen waarom die in het netwerk? Hoe die bot op tafel staat. Ja, ja, je zou je ook kunnen vragen, kan dat niet slanker, niet iets fraaier? Kan die aan de muur hangen? Ja, hè, maar kan dat niet slimmer en makkelijker? Ja, of kan het een plug zijn die ik als je toch op stok? Ja, bijvoorbeeld. Dus dat zijn wel dingen waar we nu aan het kijken zijn. Van, is die echt zo, hè, want hij is, omdat hij dus verplaatst erin, moet hij handzaam zijn. Ja. Is die handzaam genoeg en hanteerbaar genoeg? Of kunnen we daar een stap maken? Ja, ja. Oké. Okay. Wat zijn meer trends in ons? Wat zien jullie bij concurrenten dingen gebeuren? Dat is nog wel iets waar wij. Het zit heel veel van de ontwikkeling is toch softwarematig. Hè? En het voordeel daarvan is natuurlijk dat je gewoon, wij spreken, alles wat je wil programmeren, kun je programmeren. Ja. Dus dan worden het vaak combinaties van of geavanceerder. Hè? Misschien wil je wel 10 jaar data opslaan in plaats van een jaar. Ja. He, dus daar zitten we vooral ook naar te kijken, omdat daar echt de intelligentie van het product zit. Het is natuurlijk in feite natuurlijk een kastje waar een aantal metingen plaatsvinden en een stukje software. Ja. Dus de grootste ontwikkeling zit vooral daar. Okay. Ja. Je noemt al data. Ik ga er vanuit dat allemaal AVG-technisch oké is. Hè? Dus dat een klant, een gebruiker, jullie permissie geeft dat die data in de cloud maar wel gedeeld worden met jullie? Nee, wij zien die data niet. Okay. Juist vanwege die AVG-wetgeving, dat was ook niet onze prio.
Wij vinden het belangrijk dat als een gebouwbeheerder een stand-alone systeem heeft, waar bijvoorbeeld 2 of 3 of 4 van die apparaatjes op zitten, dat hij of zij gewoon bij zijn data kan. Ja. Ik zei net al van, een installateur zou het wellicht ook kunnen. Daar hadden we nog niet in voorzien. Het kan best zijn dat we daar wel die kant op gaan. Ja. Maar de vraag is natuurlijk van, wil een gebouwbeheerder dat? En ja. Voor de toepassing zoals die nu is, is die goed genoeg? Ja. Want ja, in hoeverre zou bij spreken iemand die alle gebouwen in Nederland, alle gymzalen beheert, zou die willen weten dat in Groningen een temperatuuroverschrijding is? Misschien in de toekomst wel. Nou, dus daar zijn we wel over aan het nadenken. Ja, ik kan me voorstellen dat een beheerder van een gebouw, dat die data nodig heeft om te zien, daar gaat het goed, daar gaat het niet goed, daar moet ik wat doen. Ja. En dat hij ook kan zien wat hij dan moet doen. Ja. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen, al die data geaggregeerd, ja, bij elkaar, dat die iets vertellen waar die gebouw, dus individuele gebouwbeheerder niet in zit, maar die wel waarde heeft, ja, voor de industrie. Ja. Geanonimiseerd. Maar samengevoegd, ja, kan dat jullie wel helpen. Want wat je zegt, ja, ik gebruik niet het woord missie, maar ik heb je een paar keer horen zeggen, wij willen de luchtkwaliteit verbeteren. Denk, ja. Ja, mooi verhaal, maar jullie willen gewoon verkopen. Maar goed, laten we zeggen, het gaat hand in hand. Ja, zeker. Dan zijn die data natuurlijk wel, ja, heel waardevol om verbetering te brengen. Ja. Maar dat betekent ook dat je gewoon letterlijk bij andere partijen aan tafel komt die ook op dat thema willen praten. En in steken is de instantie gewoon echt heel praktisch en pragmatisch geweest. Maak zichtbaar hoe de luchtkwaliteit in dit gebouw is of in deze ruimte. Maar voor een doorontwikkeling is dat zeker een thema wat we aan het verkennen zijn. Maar ik hoor je net zeggen, we kunnen dat niet zien. Op dit moment niet, nee. 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 Het is echt gewoon een stand-alone systeem. Dus we hebben zeg maar een platform. Waarbij de klant zeg maar zelf zijn profiel kan aanmaken en dan zelf zijn apparaatjes erop kan zetten. Ja? Ja? Daar stopt het. Ja. En dat is toen ook maar ik kan me dus voorstellen dat het voor de klant waardevol is om te zien, want waarom zou je anders meten? Ja. Maar dat er ook met die data, vanwege die connectiviteit, dat die data ook meer kunnen vertellen aan de wereld. Ja. Waar we gebouwen in zijn algemeenheid mee kunnen verbeteren. Zeker. Ja. Okay. Maar dat kunnen jullie nog niet. Nee. Nee, dat was toen gewoon ook omwille van de snelheid van de introductie. Ja. Hebben we toen gedacht van dat vertraagt enorm het ontwikkelproces. Willen we nu niet. Willen nu gewoon snel iets hebben wat. Ja. En, maar voor de doorontwikkeling zijn dat zeker maar thema's waar we aan het kijken zijn. Oké. Voordat wij gaan afronden. Jullie zijn genomineerd van VSK Award. Zeker. Waar we heel trots op. Dat, en terecht. Ja. Terecht. En wat heeft de jury gezegd over de cens? Ik heb het juryrapport niet zelf gezien. Ik weet wel dat ze in instantie zijn. Want je denkt, we hebben niet gewonnen over het juryrapport? Nee, ik heb ook in de zaal gezeten. Maar de winnaar werd uiteraard uitgebreid gelardeerd, zoals het ook hoort. Mm-hmm. En het rapport heb ik niet gezien. Dus ik weet niet precies wat de feedback van de jury geweest is op ons product. Nee. Oké. Okay. Wanneer komt de opvolger? Ik hoop met een jaar. Met een jaar? Ja. Okay. Ja, we willen nu echt wel even goed de tijd nemen om een aantal routes te verkennen. Waarvan wij denken, dat zou van meerwaarde zijn. We willen ook in gesprek met een aantal partijen. Ja. En dan heeft het ook zin om daarop dingen op doorontwikkelen. En dan, ik geloof heel erg gewoon in kwaliteit. Dat betekent dat je daar gewoon echt de tijd voor moet nemen. Ja. En nu was de keuze echt, we willen snel iets hebben. Ja. Lekker pragmatisch, wat we ook zijn. Maar we willen ook gewoon innovatief zijn. Het moet echt iets bijdragen in een volgende versie. Ja. En dat gaat om. Maar volgens mij zijn hier al een paar dingen voorbij gekomen waarvan ik denk, komt wel goed. Er zijn genoeg verbeteringen nog mogelijk. Zeker, ja, absoluut. Okay. Ik wil je bedanken voor je komst naar het VSK Nieuwscafé. Ja, heel graag gedaan. Heb je nog iets toe te voegen voor de kijkers waarvan je zegt, moet je weten als je interesse hebt in de sens? Nee, ik denk gewoon, het is niet alleen een handig en nuttig apparaat, maar ik vind hem ook heel fraai om te zien. Dus soms ziet er keurig uit. Misschien net iets te duur voor een verjaardagscadeautje, maar op het moment dat je een apparaatje overweegt, denk iets verder dan alleen maar een CO2-meter. Ja. Want er zijn nog heel veel andere dingen die ook gewoon van invloed zijn op je binnenklimaat. Ja, en ons apparaatje maakt dat zichtbaar. Hartstikke goed. Nogmaals dank voor je komst naar het VSK Nieuwscafé. Bedankt voor het kijken naar het VSK Nieuwscafé. Dit Nieuwscafé wordt je aangeboden door de VSK en door vakblad Installatie. Volg ons ook via de social media kanalen. En als je helemaal niets wil missen, meld je dan aan voor de gratis digitale nieuwsbrief. Ga naar installatie.nl/nieuwsbrief en meld je daar aan. Dankjewel.